Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe knotsgekke thuisexperimenten. Vandaag gaan we een ballon opblazen door middel van een chemische reactie. Wat heb je hiervoor nodig? Een plastic fles. Dit mag een drinkfles zijn, maar ook een waterflesje uit de supermarkt. Azijn. Bakpoeder of baksoda. Een ballon. Eventueel ook nog een maatbeker of schepje waar je ongeveer 120 ml azijn in kan doen. Draai de bovenkant van de drinkfles en haal de dop ervan af. Vervolgens doe je een ballon over de opening heen. Gebruik je een plastic waterflesje, dan hoef je deze stap niet te volgen. Giet ongeveer 120 ml azijn in de fles. Scheur het zakje bakpoeder open en stop al het bakpoeder in de ballon. Als je een plastic waterflesje gebruikt, is het handig om een trechtertje te gebruiken. Dan zit het bakpoeder zonder geknoei in de ballon. Draai de bovenkant van de drinkfles op de onderkant. Gebruik je een plastic waterfles, doe dan nu het tuutje van de ballon over de opening heen. Let wel op dat de bakpoeder nog niet in de fles valt. Schud de ballon leeg in de fles. Er ontstaat een chemische reactie en de ballon wordt opgeblazen. Haal de ballon van de fles en leg een knoop in de ballon. Klaar is Kees! Maar hoe werkt het eigenlijk? Wanneer bakpoeder en azijn met elkaar worden gemengd, krijg je een chemische reactie. Tijdens deze reactie ontstaat er een gas dat koolstofdioxide wordt genoemd. Het gas zet zich uit in de fles en begint de ballon op te blazen. Hoe meer gas er wordt gecreëerd, hoe groter de ballon zal worden opgeblazen. Hoe groot is jouw ballon geworden? Hopelijk vonden jullie dit weer een leuk thuisexperiment. Volgende maand zijn we weer terug met knotsgekke thuisexperimenten. Tot dan. Doei doei.